Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is overgestapt van kasbetalingen naar girale betalingen. En daarmee zullen miljoenen SRD's bespaard worden. Alle betalingen aan de verschillende doelgroepen zullen nu via de bank gaan. Dat zegt Sosafo-minister Uraikit Ramsaran. De bewindsman heeft gesprekken gevoerd met de Surinaamse Bankiersvereniging en alle lokale banken zullen bij het proces betrokken worden. Ramsaran geeft aan dat hij kijkt waar hij nog meer kan besparen. Als wij kijken naar besparingen waarbij ik niet uit de gemeenschap wil gaan putten, om het zo te zeggen, maar ervoor zorgen dat volgens wet en regeling dat we ons bestand zouden kunnen verfijnen, maar ook samenhangend met het bezuinigingsmaatregel, dat we natuurlijk kijken van wat het allemaal zou kunnen betekenen. En bij deze, als we kijken naar logistieke kosten voor wat betreft onze kasbetalingen richting binnenland, zijn het in de miljoenen. Dus als ik daarmee zou kunnen besparen, dan kan ik natuurlijk, heb ik dan genoeg voeding en onderbouwing om richting mijn collega van Minfin of richting de president, vicepresident te gaan om te vragen, maar luister, wat kunnen we nog meer betekenen richting onze doelgroepen als we kijken naar de bedragen die ze krijgen aan uitkeringen. De bewindsman hoopt dat de samenleving meewerkt, zodat de girale uitbetalingen vlot kunnen verlopen. Dus let wel, gemeenschap, om ervoor te zorgen dat er verschillende verhogingen komen van uw uitkeringen, om ervoor te zorgen dat de subsidies worden verhoogd, moet ik ook ervoor kunnen zorgen dat aan de hand van mijn dagelijks werk, mijn taakstelling, dat ik ervoor zorg conform wet en regeling, dat ik het alles filter, dat ik verfijn en kijk waar wij kunnen bezuinigen op het ministerie, om ervoor te zorgen dat u eigenlijk tegemoet wordt gekomen, dat u wordt geholpen in uw noodkreet. Dus dat is het in het kort. Dat was minister Uraikit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Het ministerie is overgestapt van kasbetalingen naar bankbetalingen.